Hey, Poetin die wil een beetje het Sovjet-aura om zijn beleid en om zijn daden heen creëren. Wat is dat eigenlijk, dat Sovjet-aura? Nou ja, dat de Sovjet-Unie een imperium was. Niet zomaar, iets beetje imperium, maar een reusachtig imperium. En dat is natuurlijk direct een gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Kijk, een deel van de Tweede Wereldoorlog, een heel belangrijk deel van de Tweede Wereldoorlog, was natuurlijk de nederlaag van de Duitse Weermacht aan het Oostfront. Rusland heeft 25 miljoen slachtoffers te betreuren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is een immense, gruwelijke inspanning geweest, die mede bijgedragen heeft aan de bevrijding van West-Europa vanzelfsprekend. Maar wij keken natuurlijk, we hebben al die jaren veel liever naar die idee gekeken dan naar natuurlijk de enorme ontwikkelingen aan het oostelijk front. En als gevolg van die overwinning had de Sovjet-Unie zich ontwikkeld tot een succesvol imperium. Kijk, het was al een heel groot land, maar we weten allemaal natuurlijk dat Rusland, laten we zeggen, afgezien van het westelijke stuk, grotendeels uit dennenboompjes bestaat. Hè? Tot aan Vladivostok toe, uiteindelijk. Maar ja, het was een imperium. En natuurlijk de hele thematiek van Poetin is dat het een imperium was. Dat hangt er samen met dat het Russische volk altijd een imperiaal volk is geweest. Wel beschouwd hebben ze natuurlijk ook een gigantische massa land veroverd, die ook in allerlei opzichten niet zo moeilijk te veroveren was. Dat moeten we er wel even bij zeggen. En hij vindt dat imperium eigenlijk door het optreden van Gorbatsjov en de jaren tussen 85 zeg maar en het jaar 2000, dat imperium heel slecht behandeld is door het Westen. Dat het verlies van de positie van een imperium, denk aan Oost-Europa, Centraal-Europa, de Balkan, Baltische republieken, nota bene een deel van de Sovjet-Unie, wat tegenwoordig lid van NATO en EU is. En dat, hij wijt dat aan het schandelijke, achterbakse beleid van het Westen. Dat is niet zo. Maar je kunt wel twisten over de vraag, hadden we niet waar de aftakelende Sovjet-Unie, die overigens door hen zelf opgedoekt is in december 91, laten we dat nog een keer duidelijk zeggen, hadden wij daar meer werk van moeten maken. Met name Gorbatsjov heeft regelmatig gevraagd om een soort Marshallplan voor de instortende Sovjetmacht. En dat is door de Amerikanen is dat scherp afgewezen. Met name de oude Bush, die voelde daar niks voor. Hadden we de NATO zo uit moeten breiden als we gedaan hebben, daar is nog steeds uitgebreide discussie over. Maar feit is, wat Poetin wil, is herstel van wat naar zijn idee op oneerlijke wijze het geval is geweest in de late jaren 80 en de jaren 90. En hoeveel potentie zit er in het land? Nou, nu niet veel. Nee, maar zeg maar even los van alle beleidsmatige dingetjes. Als je kijkt naar de grondstoffen die ze hebben. Nou ja, grondstoffen, dat is zoals we allemaal weten, die hebben ze bij massa's. Die kunnen ze trouwens ook makkelijk genoeg kwijt. Namelijk en aan China en aan India. En zoals we alle hebben gezien in de afgelopen maanden, niet waar, jaar. En dan zie je dat zowel China als India ook goed op hun zaak letten op dit punt. Zowel Modi als Xi. Die zorgen ervoor dat ze redelijke betrekkingen met Poetin onderhouden. En Poetin is natuurlijk blij dat hij überhaupt met iemand nog redelijke betrekkingen kan onderhouden. En wat zijn de motieven van Modi en Xi om dat te doen? Grondstoffen. En dat ze op zichzelf ook niet verschrikkelijk enthousiast zijn over de westerse posities in de wereld. Een groot deel van de wereld is het Westen, om het maar even zo te noemen. Dat we zeggen, De strategische samenwerking van westerse landen, West-Europese landen en de Verenigde Staten onder leiding van de Verenigde Staten niet zo noodzakelijkerwijs vreselijk populair. Wij zijn natuurlijk ook voor veel mensen in de wereld de ex-koloniale mogendheden. Frankrijk, Engeland, Nederland. Ja. Al heb ik de indruk dat de sporen van de Nederlanders in Indonesië niet meer verschrikkelijk veel pijn doen, maar dat kan ik slecht beoordelen. Maar had de Sovjet-Unie zich ook kunnen ontwikkelen als een Zweden of een Noorwegen? Ja, dat is een grote vraag. We dachten natuurlijk in de jaren 90, toen het in ieder geval, het was een corrupte zooi, dat is zo duidelijk als wat. En die hele patriarchenboel die was toen bezig te ontstaan. Had het beter kunnen gaan? Ja, ik denk het wel.
Er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen, ja, dat het tenslotte toch weer een agressieve politiestaat geworden is, ligt aan het feit dat ze zich voortdurend bedreigd voelen door het Westen. In casu het oprukken van de NATO naar het Oosten. Ja, en dat Poetin zegt ook altijd van jullie hadden beloofd het niet te doen. Er is nooit iets concreets beloofd. Er staat niks concreet op papier. Dat er waarschijnlijk in de sfeer van die onderhandelingen, zeker door de Duitsers, wel eens gezegd is van nee, dat gaat niet gebeuren. Dat geloof ik wel, zeker ten aanzien van Duitsland zelf. Nog steeds geloof ik mogen er geen NATO-troepen op het voormalige grondgebied van de DDR gestationeerd worden en zo. Voor zover ik weet. Maar ja, dat is zijn... Ik moet je zeggen, ik ben... Wat je natuurlijk, er wordt altijd ten aanzien van Rusland een verschil gemaakt. Ah, die Russen zelf, dat zijn zulke sympathieke, fijne mensen. Zo gastvrij, literair, begaafd, weet ik veel. Maar... Ik heb weinig, nogmaals, ik weet er te weinig van om serieuze uitspraken te doen. Maar ik geloof niet erg in het democratische potentieel van Rusland, eerlijk gezegd. Er was alle reden om eerder in... Poetin was gewoon hartstikke populair. Ik begrijp ook wel waarom. Maar hij is van het af het allereerste begin, eerst zijn het kleine stapjes, is hij natuurlijk bezig geweest om die democratische elementen die er waren, om die te saboteren. En de oorlog die nu gevoerd wordt in de Oekraïne, is natuurlijk voor hem ook een speciale fijne reden om nog eens de duimschroeven uitgebreid aan te draaien in eigen land. Ja, en we kijken steeds naar stapjes die hij zet om het Westen af te schrikken en angst in te boezemen. Ja, en omdat hij natuurlijk aan de verliezende hand is, het ziet er niet gunstig uit voor de Russen, dat is wel duidelijk. Is hij nu weer met die kernwapens begonnen? In Wit-Rusland, hè? Ja, Lukashenko. Dat lijkt me allemaal pure symboolpolitiek. Strategische kernwapens, volgens mij noemen ze dat dan, hè? Nee, dit zijn tactische kernwapens. Tactische kernwapens, ja. Dus het zijn geen ballistische projectielen, het zijn granaten die je over relatief geringe afstand afschiet. En dan heeft hij natuurlijk dat arme Wit-Rusland, niet waar? Wat door die ongeluksvogel van een Lukashenko verkwanseld is aan Rusland. Om Lukashenko, niet waar, om te blijven zitten, is bereid geweest om zijn land uit te leveren aan de politiestaat. Dat is wat er gebeurd is. Ook Wit-Rusland is nu een politiestaat. Dus ja, dat is het punt van Poetin. Ik ben belazerd. En dat ik probeer om een beetje terug te doen. En zeker het feit dat de Oekraïne een essentieel wezenlijk onderdeel is van Rusland. Zo ziet hij het. Ik denk dat de tal van Russen het zo zien. Ja, dat speelt nu op. Terwijl Rusland en de Oekraïne toch ja, verschillende wegen hebben bewandeld in vanaf het moment dat die Russische republieken, die 14 republieken, hun zelfstandigheid hebben gekregen. Je ziet in Wit-Rusland dat dan autoritaire leiders in feite in de problemen raken, omdat de bevolking zegt, ja wacht nou eens even. Verkiezingen zijn oneerlijk en zo. En ja, dan roepen ze de hulp van Poetin in en leveren ze in feite hun eigen land uit aan de veel grotere Russische Republiek. Mm-hmm. Dus, maar als je het vanuit Poetins perspectief bekijkt, is het wel slim toch? Dat hij denkt, ik bouw een soort van buffer nog tussen mij en het NAVO-gebied. Ja, wat is slim. Ik denk, daar hebben we het eerder over gehad, iedereen die een oorlog begint... Zelfs als je kijkt, natuurlijk dacht hij dat allemaal fijn snel zou gaan winnen. Maar het beginnen van een oorlog is gewoon een daad van ingrijpende stomzinnigheid. Of dat nu de jonge Bush is in 2003 of Poetin in 2022. Het is altijd een daad van ingrijpende stomzinnigheid. Simpelweg omdat het aantal variabelen zo groot is, dat heb je niet in de hand. Er lopen van allerlei dingen mis en dan zit je met de gebakken peren. En heeft een tekort aan troepen, aan mensen, Poetin? Ja, ook Rusland natuurlijk verkeert demografisch gezien in een soort van noodtoestand. Ja, vooral ook omdat iedereen die iets kan in Rusland, die heeft natuurlijk al heel gauw de ambitie om Rusland zo spoedig mogelijk te verlaten. Hoe heb je gekeken naar de ontmoeting tussen Xi en Poetin? Nou, ik moet je zeggen dat ik met name die wit geschilderde paleishallen, en met die idioten lopen. Wie laat trouwens een bejaarde dikke Chinees
een enorm lange trap naar boven, zodat hij volledig buiten adem boven arriveert lopen. Dat vond ik wel gek, ja. Het leek me dat je denkt, zou die dat nou ook weer expres verzonnen hebben? Net als die hond met Merkel, weet je wel. En die lange tafels. Ja, die sowieso. En dan met die lui met van die trompetters en van die marcherende soldaten. Het is een wonderlijke zieke sprookjeswereld die daar gecreëerd wordt. Natuurlijk is die Poetin overspannen geraakt in zulke rare ruimtes, niet waar je begeeft. Hoe denk je dat Xi het vond? Ik denk dat Xi dolblij was dat hij weer weg mocht. Dat is mijn indruk. En Xi was er alles aan gelegen om een hele vriendelijke, toegankelijke, pro-Russische indruk te maken zonder iets van enige betekenis te beloven.